1, 2, 3 duct tape boten, een hondenhok en de caravan renovatie. Maar dit is mijn duurste en grootste project tot nu toe. Ik zit hier goed hoor. Mega hut. Blauw luchtje. Een lekker maart zonnetje. Oh, wat een uitzichtje weer, hè? Ik durf niet. Lachen. In tijden van een pandemie kan je maar beter in je achtertuin aan je megahut bouwen. Vandaag willen we de hut af hebben. Kunnen we lijp gaan inrichten en er in trekken een week wonen. Ideetje? Ik ben op mijn telefoon een beetje aan de teken gegaan. Ik zie een parasol op het dak, op het dakterras. Dit is de nodige afdaling. Fijn, dit is echt zo'n deur waar je mee kan smijten gewoon. Kijk eens joh, daar raap je in één keer. Ja, dan ben je toch ineens weer een week bezig aan deze ene video. Mijn hart en liefde zitten weer in een videobestand. Geniet. Hoho. Dit komt er hoogstwaarschijnlijk ook aan. Boot bouwen 5.0. Zouden jullie dat willen? Die muur daar gaat als eerste dicht. Het eerste muurwerk. Dat schiet wel op zo. Dit wordt dus het raam. En dit wordt de deur. Goede binnenkomst. Stukje eruit. Let op. Oh, oh, oh. Ja, wat dacht je nou? Platen er tegenaan als muur en klaar is Kees? Nee, tuurlijk niet. Het duurt niet meer lang, mensen. Dan zitten we daar binnen te gamen, video's te editen, te pitten. Zo dan! Aan de burenkant is nou ook een muur die inderdaad nog geïsoleerd moet worden. Ik denk met piepschuim, want ja. Wie bouwt er nou ook een caravan van piepschuim? Vervolgens nog een laag hout, stopcontactje erin, wellicht. We zijn weer naar de bouwmarkt gegaan. Ha, flink wat hout. Rijker, altijd fijn. En altijd een gesjouw. Ja. Kijk, Luna gaan dan. Het begint hier al echt een knus hutje te worden in de lucht. Er is een duif die... Duif chilling op de megahut. Kijk hem. Kijk, ik vind het leuk dat hij hier zijn osso van maakt. Gezellig, maar dit is minder. Nee joh. Die beesten weten echt niet van ophouden wel als het om scheiden gaat. Zoals hier. Yeah. Dikke, dikke korrel.
zijn soms planken die niet meewerken. Of ja, een extra paar handen zou wel chill zijn. Woe! Oké, hout, decoratie, let's go! Laat me komen hoor, dat zomertje. Het is bijna april mensen, oftewel bijna het vaarseizoen, dus ik kan niet meer wachten. Fijn op maat. Zo. Hey joh. Zit je nou in de struik? Zo. Dat is weer een heel ander aanzicht. Kijk, we staan dan. Op de strike. Hallo. Hey, nu jullie toch zo goed op de strike chillen, like even. En abonneer, heel fijn. Plank nummer 1. Oh, kijk dan. Dat oogt al beter, of niet dan? Dubbele afsluiting, holy shit! Oh. De volgende stap in een megahut afmaakproces. Het dak met het dakterras. Dan kunnen we daar ook chillen en zonnebaden en genieten van het uitzicht. Maar Ties, mis je niet nog een voordeur, fijne ramen en een complete achtermuur? Ja! Maar mijn moeder zei dat we gaan chappen, dus... Zo, lekkere Hollandse kos. Dank je. Smakelijk. Limburgse kos. Oh. Ik kan het niet uitspreken. Ik vind het niet. Dus het schiet op met de hut. Oké, ik zie het. Smakelijk. Kijk eens hier. Het uitzicht vanuit de woonkamer. Tussen de cactussen door. Nou gaan we dan. Meteen. Ah. Hey, mooie muur. Langzaam maar zeker wordt het een dichte hut. Goed man. Nieuwe dag. Nieuw hout. Wat een kunstwerk, hè? Het wordt nog eens hoog tijd voor een fatsoenlijke voordeur. Komt zo. Eventjes wat schaduw. En al eventjes het hutgevoel. Kunnen we hier een sikke achterwand van maken? Misschien weer graffiti zoals op de caravan. Wow, joh. Hey joh, schroef in de weg. Want die is helemaal uitgevreten. Grof geweld. Gefixt. Oh. Oh shit man. Mega hut. Man. Oh joh. Nee joh. Breekt gewoon even live af. Ik wilde zeggen dat we nog wel eventjes een deur kunnen gebruiken. Ja. Oh, kijk dan. Maar goed,
eerst dit fixen. Oh. Check. Tadaa. Voordat wij onze deur kunnen gaan fabricaten, zit er wel nog het een en ander in de weg voor de deur. Dit hout, weg ermee. Uitstekende plaat, weg ermee. Zaag je even dorst? Ga daar niet overheen, ga daar niet overheen. Oh. Tijd voor een deur, meet. Als het goed is, hebben we nu power. Of toch niet? Ja, misschien komt het dan toch door die olie. Fuck it, beetje olie tussen de schroeven. Altijd adrenaline, hoor, met die zaag. Ik raakte het statief. Ja, dit is perfect. Zo, dan, kijk eens wat een doorgang. Auw. Ja, pas op voor je hoofd. Nu dan maar eens een deur. Dat wordt wel iets lastiger. Nou, dit moet een deur worden. Deurstuk nummer 1. En deurstuk nummer 2. Tun tun. Oh. Kijk dit. Oeh. Bam joh, deur. Nice. Een charnier. Een scharnier. Wat een spul, hè. Oh, kijk het shinen dan. Bam, ja. Oké, dan, als het goed is, is dit nou één compleet stuk. Ja hoor, stevig en alles. Mathies, waar is jouw slot van de deur? Nou. Ik kom even graaien hoor. Dude, hier zijn gewoon echte planten in gaan groeien. Wat? Lekker water, hè? Zo. Jou heb ik nodig. Like de video en abonneer. Bam, dames en heren. Muur vast. En dan heb je ineens een deur. Ja joh. Oh, kijk dan. Prachtig staaltje, Ties houtwerk. Nou, monteren. Deurtje. Oh. Bam. Wat dacht je daarvan? Een voordeur in de lucht. Gaan we die deuren eens eventjes vastmaken, mensen? Oh.
Kijk eens. Dat is beter. Het kan eigenlijk echt niet dat ik hier met losse veters sta, maar de deur zit vast. Oei, oei, oei. Het moment van de waarheid. Fijn, dit is echt zo'n deur waar je mee kan smijten gewoon. Goena. Het is een nieuwe dag. Kom die voordeur eens checken dan. Wat vind je ervan, bro? Oh, kijk eens even, mensen. Prachtig handvat. Aan beide kanten. Kijk eens hier, prachtige afsluitconstructie. Ja, ik vind het echt mooi. Ja, ja, ja. Eindelijk een legitte ingang. Oh mijn god, ik ga voor het eerst staan op het dak. Holy shit. Besef eventjes mensen hoe hoog ik ben. Ik ben net zo hoog als onze zolder. Net zo hoog als deze loods. Oh mijn god. Stel je voor hier chillen. Oh ja. Oh, kijk dan eens eventjes. Huh? Rare weerspiegeling. Kijk dan. Fijn raam, dames en heren. Ik zeg, monteren. Oké, past ons fijne glaasje wel? Oh. Dit wordt mooi. Kunnen we hierbij? Ah, fuck. Oh, dat gaat gewoon goed. Huh? Oh, lol. Oké, dat wil je dus niet. Ja, de mega hut staat te koop. Hier kan je hem scannen. Ach. Ik heb echt 10 splinters in mijn hand inmiddels, maar... Toch nog lastig. 5 minuten later. Oeh, hey. Alleen nog eventjes hier. Rapie. Kijk eens aan, mensen. Kozijnen. Oeh. Ja, het zijn de kleine dingen, hè. Vensterbank. Plotseling beginnen hier allerlei puzzelstukjes op hun plek te vallen. Lieve heersbeestje. Kijk hem dan op avontuur in de mega-hut. Genoeg te verkennen, makker. Oké. Beetje schuin doen zo. Niks meer aan doen. Kijk eens joh, een raampje in één keer. Bloembakje hier zo. Of een lens. Goed, mensen. Ik ben ze. Dan is het nu tijd. Voor de laatste stap. Van het hut afmaakproces. Het dak. Met een dakterras. Het is zover. Stel je voor, liggen we hier zo te zonnen. Ah. Nou, tijd voor een dak, terras. Stevige kast van een hut hoor. Oh.
Alright. Let's do this. Deze paar balken zijn niet genoeg voor een degelijk dakterras. Observatiedek. Dat klinkt cooler. Ontelbaar veel latjes. Kijk dan, die zijn echt wel stevig hoor. Hey. Oh. Ik moet zeggen, het bevalt me ook wel zo in die hoogte werken. In een shirt, in het zonnetje, lekker latjes vastschroeven. Het leven is goed, hè. Hashtag thuisblijven. Wat? Hashtag thuisblijven, ideaal project. Quarantaine dag 10. Oeh. Ja, wat dacht je van dat shot? Glijbaan. Het is tijd. Waarom moet altijd alles vallen? Uitmuntend. Daar liggen we dan. Je chillde me wel goed. Kijk, dat is echt veel. Gewoon met de veters los weer, Ties, meen je dit. We lopen er gewoon. Teringhoog, joh, wow. Dit is de nodige afdaling. Hey Tuur, hoe gaat het daar beneden? Hallo. Jij bent hoog. Jij bent piepklein vanaf hier. We kunnen officieel al vrij bewegen. 4,5 meter hoogte. Of misschien wel meer zelfs. Ik weet niet, volgens mij is ons huis sowieso meer dan 6 meter. Weet je wat ik trouwens ineens besef? We zouden hier zo makkelijk gewoon nog een verdieping op kunnen plaatsen. Dat we hier een heuse wolkenkrabber in de tuin hebben staan, maar ja, dat kan natuurlijk gewoon niet. En weer top. Dat is fijn, hè? Negen stuks. Jullie voelen denk ik al welke kant dit op gaat, hè? Bam. Bam. Wat een latte bodem, hè? Helemaal top. Stevigheid goed. Nu is er wel één probleem. Ik heb de ladder hier zo neer moeten zetten. Ja, dat is maar een beetje sketchy. Hey, joh. Nou, het gaat. Hey, hallo. Even lekker vliegen. Alles komt helaas een eind. Wat een vooruitgang, deze aflevering. De volgende keer de lijpste inrichting. En waarschijnlijk uiteindelijk Bootbouwen 5.0. Dus abonneer en mis het niet. Ik blijf hem nog even chillen op het dakterras. Fijne dag nog.